Het begon tijdens een scriptieopdracht. Maar inmiddels is Swapfiets een heus bedrijf met fietsen waarvoor je een abonnement kunt afsluiten. In onder andere Delft, Leiden en sinds maart ook in Nijmegen. Oprichter Richard Burger en regiomanager Rick Obers weten precies wat de Swapfiets zo bijzonder maakt. Ja, een Swapfiets is eigenlijk gewoon een doodnormale fiets. Het is een fiets zoals jullie allemaal kennen, een omafiets. Alleen die van ons die heeft een blauwe band. Dus de fiets is eigenlijk redelijk normaal, maar het concept wat er omheen hangt, dat is uniek. Dat is wat wij doen, anders doen ten opzichte van de rest, is de service, de Swapfiets service. De Swapfiets service is uniek in Nederland en is een service die je nog nooit hebt meegemaakt eigenlijk. Je meldt je aan via de website, we nemen direct contact met je op en je kan dezelfde dag fietsen. En in het geval van defect ben je dezelfde dag weer onderweg. Het is iets wat je nog nooit hebt meegemaakt nu in de fietswereld. En daarom groeien we nu met bijna 800 klanten per maand. We zijn nu gegroeid tot 4000 fietsen in heel Nederland. En we gaan voorlopig nog even lekker door. In Nijmegen rijden er al meer dan 300. Daaruit blijkt wel dat iedereen die Swapfiets heeft het echt een geweldig concept vindt. En ontzettend blij is met de fantastische service die we bieden. En daardoor lekker zorgeloos rond kunnen fietsen. We zijn begonnen als studenten-startup. Echt voor studenten, ook door studenten. Vandaar dat we ons vooral gefocust hebben ook op de studentenmarkt. En momenteel rijden vooral studenten op een Swapfiets inderdaad. Maar er zijn ook heel veel niet-studenten die op een Swapfiets rijden. Ja, zoals Richard net eigenlijk al zei, de fiets is niet heel onderscheidend. Behalve dat het gewoon echt een robuuste omafiets is met een blauwe voorband. Het draait vooral om de geweldige service die we bieden. Je hoeft nooit meer lang zonder een fiets te zitten. Je kunt altijd weer meteen onderweg, dezelfde dag nog repareren we je fiets. Of brengen we je een nieuwe fiets. En ik denk dat vooral onderscheidend is aan het concept.